Welkom, dames en heren, bij de allereerste aflevering van Theeleuten. En wat dit programma precies inhoudt, of wat deze serie eigenlijk inhoudt, dat zien jullie na het vernieuwde intro. Ja. Theeleuten met Vincent. En in deze nieuwe serie ga ik gewoon lekker een babbeltje met jullie maken. Gewoon even lekker een relax momentje waar je gewoon heerlijk een kopje thee bij moet drinken. En ik heb trouwens sinaasappelthee. Voor de mensen die het willen weten. Ik ben een paar dagen weg geweest. Twee dagjes. We zijn naar Erik toegegaan met alle admins. Met Gio, Roby, Erik en ik. En we hebben heerlijk bij Erik geslapen en we hebben heel veel series gekeken. We hebben The Walking Dead gezien. Walking Dead seizoen 3 zijn we mee bezig. Die heb ik natuurlijk... Ik heb seizoen 4 al lang gezien ook, maar het was wel leuk om even weer opnieuw de serie te kijken. En we zijn nu bij seizoen 3, aflevering 12 waar we gebleven. Dus nu nog 13, 14, 15, 16. Nog 4 afleveringen, maar we zijn ook naar The Amazing Spider-Man geweest, deel 2. In ID of IMAX 3D, was heel vet, was echt heel vet. Beter dan deel 1, vond ik zelf. En we zijn toen gisteren, dus ik weet niet wanneer deze video online komt, maar we zijn toen de dag daarna zijn we naar de Muppets Most Wanted geweest. De voorpremière van de film. Ja, was hartstikke leuk. Echt, we hebben het echt naar ons zin gehad. Iedereen, we zaten te lachen. We hebben een fan ontmoet, WVG, Wout. En die speelt heel veel bij ons in de server. En die wel ontmoet voor het eerst. Met zijn vader was hij ook naar de voorpremière. En het was echt een ontzettend leuke dag. Dagen. Ja, dat moet ik niet vergeten. Wat ik nou nog wil zeggen. We zijn natuurlijk 2 dagen eventjes geen Disneycraft. Even geen serverbeheer. Helemaal niks. We hadden helemaal geen zin in om even... Hè, je moet ook wel eens even loslaten. En in die 2 dagen zijn er best wel erge dingen gebeurd. Ja, er gebeurt nou eenmaal dat iemand... Iemand misdraagt ze wel eens in de server. Ik laat je gewoon een foto zien. Willekeurige foto die werd opgestuurd door een bezoeker. En daar ben ik hem altijd dankbaar voor dat hij zulke dingen toestuurt. Bevat wel schokkende beelden. Let erop. Nou, zoals je hier ziet, zie ik een hartstikke... Nou, hartstikke leuke foto, zo wil ik het niet noemen. Maar mensen die zich niet kunnen gedragen in de server. En dan, wanneer je er dan even niet bent, wordt dit gedaan in de server. En dat is jammer. Want... Disneycraft is een fun server, de mensen. En geen scheldpartij of... ik weet niet. Ik vind het zo jammer als ik zulke screenshots moet zien, weet je wel. Dan hebben ze iets van, ja, we willen gewoon een fun server zijn. En er komen mensen komen het verpesten en dat is jammer. En dan blijf je houden op alles. Op alle spelletjes die je maar kan verzinnen zijn de mensen die zo nodig moeten schelden. En dan, ja, dan gok ik ze niet... Ouder dan een jaar of 10, weet je wel. Die hebben net woordjes geleerd van... Oh, ik weet wat poep en pis is. En dat gaan we even lekker in de server zeggen. Want dan voelen we ons stoer, yeah! Ja. Nou, de dodendenking komt eraan. En mijn examen komt eraan. Dat klinkt wel echt allebei als een vrolijk onderwerp, maar niet heus. De dodendenking. Misschien klinkt het raar. Maar ik doe altijd mee met de dodendenking. Ja. Ik bedoel dat ene minuutje of die 2 minuten in je leven dat je stil bent. 2 minuten excuseer. Ben je gewoon stil? En ik heb ooit wel eens, in die 2 minuten heb ik wel eens iemand horen schreeuwen buiten. Dat was zo zielig, hè? Ik vond het zo triest en niet respectvol. Maar ja, ik doe het uit respect. Ben je gewoon even... Het is maar 2 minuten in je leven, weet je? Ja, ik snap dat je 's nachts ook stil bent. Maar die 2 minuten die ze van je vragen... Wees gewoon even... Hou gewoon even je bel dicht 2 minuten. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon iets wat je gewoon moet doen. Ja, dat is gewoon... Gewoon verplicht. Even proeven, want hij is best wel warm. Wacht even. Oeh, lekker. Precies de hoeveelheid genoeg suiker. Er moet altijd genoeg suiker in, anders is het niet lekker. Ik vind als er geen suiker in de thee zit, is die ook niet helemaal lekker. Nou goed. Ik wil nog veel meer vertellen. Ja, mijn examen komt er dus aan, dus dat wordt met mijn camera wordt dat lekker spelen. En we zijn naar de kermis geweest. Dus met de alle admins. Dat was zelfs een achtbaan. Een wildwaterbaan. We hadden een spookhuis, een loopspookhuis. IJs, zo'n snelle ding die heen en weer gaat. Heel snel, zo rondjes. Ja, ik weet even niet hoe die heet. IJsjet heette die, geloof ik. Toen was er nog een hoop grijpkraampjes waar ik deze 2 grote vrienden mee heb gegrepen. Ik ben helemaal niet zo goed in grijpen, maar... Ja, ik... Het lukt soms.
Want weet je hoe de grijpmachine gaat? Die gaat zo, hè? Die zo, dan pakt hij hem zo. Dan grijpt hij hem zo. En dan laat hij hem heel langzaam. En dan laat hij hem zo vallen. Het is altijd zo. Maar ja, soms heb je geluk. Dan ligt hij bijvoorbeeld zo. En dan grijp je net dat armpje vast, weet je. Dan heeft hij net genoeg grip. Het is soms afvragen, want soms hou je hem, soms hou je hem niet. Daarom is het een beetje, het is echt een verslaafde gok-experience op de kermis eigenlijk. Nou, ik wil het hierbij laten, mensen. Voor de leuke video vergeet geen groen duimpje te geven. We gaan dit vaker doen. Even lekker theeleuten op dit kanaal. Gewoon even lekker praten en kletsen. Jullie op de hoogte houden. Ik ga nog meer vertellen in de volgende video's. Wat ik heb meegemaakt, wat ik ga doen, wat mijn plannen zijn. Ideetjes, leuke dingetjes. En tot de volgende keer. Doei doei! Deetje jongens, god.